De bouw zit in een transitie. Uh, er zijn andere dingen belangrijker dan vroeger. Bijvoorbeeld, uh, bewoners zitten meer aan de knoppen. Samenwerking is harder nodig om de ketensamenwerking te bereiken die we willen om uh, uh, nou, goede producten te kunnen bouwen in de toekomst voor consumenten. En wij geloven dat vrouwen zich beter kunnen inleven in de eindgebruiker. Dus dat er meer vrouwen in de bouw nodig zijn. Ik was verbaasd door de breedte van uh, de inzendingen. Dus uit alle hoeken van de bouw was er iemand bij. Dus vastgoed, architecten, adviseurs, uh, de onderwijsinstellingen. Uh, aannemers, uh, inframensen. Dat vond ik echt geweldig, had ik niet verwacht. En ik vond het ook leuk dat er uh, best wel jonge uh, dames bij zitten die zich al. Uh, nou, die zich blijkbaar dus wel best wel bewezen hebben in de bouw.